Hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video. Het is vandaag maandag, de enige echte maandag. Altijd op maandag weer te zien, op maandag. Oké. We gaan vandaag een potje Tower Defender doen. Gewoon omdat ik er zin in heb, omdat het kan en omdat het maandag is. Ik zit alleen te kijken, ik heb dit al net niet meer gespeeld. En ik kan me herinneren dat deze map was er, maar Ryzen, hoe je het ook zegt of uitspreekt. Ik kan me niet herinneren dat dat er ooit was, dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Dus, weet je, we laten er gewoon eentje joinen en kijken wat het is. Want laten we deze joinen. Zo. En dan heb ik altijd, we hebben de kit Rabbit, die heb ik. Dan hebben we nog Blaze, die heb ik niet. Dan hebben we Witch, Skeleton, Iron Golem, Spider en Zombie. Ik weet niet welke al basic waren. Ik weet wel dat ik deze erbij heb. Ik weet dat de Rabbit en Archer, of de Skeleton, waren niet standaard. Maar van Iron Golem weet ik het niet zeker. Maar van die andere twee waren volgens mij wel standaard. Ik zie mezelf het namelijk ook wel doen dat ik daar ga pleuren. Dus hoppa. Dit is volgens mij ook een beetje een... Dit is ook een beetje een Halloween map. Gaaf. Oh, ik ben niet rood. Hè? Huh? Oh, ik ben blauw. Ik dacht al. Hè? Ik begreep het al helemaal niet. Het kwam bij mij al niet helemaal binnen. Nou, sorry. Waarom is dit nog steeds rood? Of klopt hier niet? Hey! Waarom doe je maar zo weer damage? Wow, shit, wat een... Wow. Oh! Zo, shit. Oké. Blauw heeft op het moment nog steeds 0 punten. Dus waarschijnlijk ben ik niet de enige die niet begrijpt wat ik moet doen. Ik ben blauw, oké. Net als die guy. Toch? Ja, oké. Nou, waarom is dit nog steeds rood? Dat ding zit waarschijnlijk hier... Ah, wat? Ik kan nooit zoveel damage krijgen. Dat klopt niet, jongens. Wat is dit? Ik begrijp het weer eens niet, hoor. Maar, oké. Oké. Ik krijg van die vier wel... Oké. Ik snap ergens wel het probleem. Wel de verwarring. Ja, je bent hier zo dood, man. Wat is dit? Wat is dit? Ze hebben gewoon al bijna gewonnen. Wat doen wij hier toch fout, jongens? Wat is dit? Hè? Maar hebben ze gewoon nog gewonnen voordat wij enkel iets konden doen. Oké. GG, daar ging je iets fout. Oh, je hoort bij mij toch? Waarom moet hier naar binnen? Dit verklaart al veel. Nee! Ik moet een andere skin pakken of zoiets. Hoe werkt dat? Iron Golem. Oh, dat is niet heel veel. Ik wil graag dat Iron Sword, man. Zombie? Kijk. Oh, nu kan ik niet meer hoog springen. Daar moet ik even aan wennen. Oké. Let's go. Oh, nee! Oh, shit. Ik moet... Dit is even wennen voor mij. Ja, ik merk het al. Oh, nu ben ik dood. Oké. Ik ga het wel begrijpen, denk ik. Duurt alleen even. Moet ik het even laten bezinken dat ik het ga begrijpen. Oh! En zo doen we dat. Oké, we staan hier een beetje te campen. Dus ik ben helemaal geen voorstander van campen. Vind ik namelijk hartstikke saai. Maar dan moet hij vast wel wat te doen zijn. Oh, nee, dat werkt niet. Oké. We zijn blauw. Oh, wij lopen een beetje achter. We lopen achter, jongens. Dit is niet goed. Het verschil wordt groter. Oh, we moeten hier dus... We moeten hier even iets tegendoen. Wat? Wow, dat kon niet. Dat kon niet. Ik weet niet of jullie dat ook zagen. Maar dat zag er niet heel legit uit. Ik vind het geen probleem te verliezen, maar niet van cheaters. Daar gaat er iets niet goed. Volgens mij hebben ze de hackline aangezet. Omdat ze bang zijn om te verliezen, want het klopt niet helemaal hoor. Dit kan niet! Die gast heeft een wooden sword. Ik weet dat ik niet al te veel. Ik weet dat ik niet al te veel shit aan heb. Maar dit is wel heel erg. Wat is dit, jongens? Dit klopt niet. Ja, GG voor de punten. Maar dit klopt niet, hoor. Ik voel het. Dit kan toch niet? Jullie zagen hoe keihard ik vloog. Is dit legit? In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe alvast even een blauw duimpje. Maar vergeet niet van mij te abonneren en te reageren hier beneden. En ik heb gezien dat de afgelopen tijd zijn abonnees echt flink gestegen. Heel erg bedankt daarvoor. Ik waardeer het echt heel erg. En ik krijg ook gewoon steeds vaker gewoon leuke reacties op de vragen die ik stel. Dat waardeer ik echt heel vaak. En ik zie dat jullie
Of heel veel. En ik zie dat jullie Trove ook heel leuk vinden. Dus Trove komt er ook weer aan. Ik ben ermee bezig en ik doe mijn best. Want ik begrijp niet al te veel van die game. Maar er komt steeds, ik ga er steeds meer van begrijpen. Dus ik vind het gaaf. In ieder geval, ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te reageren, te abonneren hier beneden in de reacties en in de comments. En allemaal onder de video en nog rond de video. Ergens om de video heen. Ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. Zeg ik bedankt voor het kijken. En dag, laters en doei.